Hallo allemaal, ik ben Nerf Cowboy en welkom bij deze gloednieuwe unboxing en review van niks minder dan Nerf en Strike Elite Infamous. Nou goed, deze blaster is al aardig oud aan het worden ondertussen al. Het is al bijna 2 jaar oude blaster. Hij kwam uit in 2018 in de zomertijd. En ik heb hem nooit gekocht. Puur omdat ik hem altijd te duur vond. Hij werd verkocht voor €80. Dat is behoorlijk wat voor een blaster dat gewoon eigenlijk een beetje... Een soort van remake is van de Rapid Strike en een beetje de Hyperfire. Dat is de manier hoe ik, als ik naar hem kijk, dan denk ik eerder aan een Rapid Strike en Hyperfire door elkaar een beetje gemixt. Dan dat ik denk van dit is een gloednieuwe blaster. Natuurlijk heeft het wel een gloednieuwe feature erin zitten. Die we voor de rest tot nu toe ook niet meer opnieuw hebben gezien. We hebben tot nu toe alleen maar bij de Infamous gezien. De reden waarom ik hem nu wel heb gekocht is omdat hij behoorlijk goedkoop was nu bij bol.com. Dus ik heb hem ook bij bol.com vandaan voor €39,99. Wat enorm goedkoop is vergeleken met de €80 die hij normaal is op bol.com. Dus ik zal er natuurlijk een linkje in de beschrijving zetten naar bol.com. Ik hoop bij de tijd dat jullie deze video... ik zal deze video gewoon eigenlijk gelijk als volgende video natuurlijk al... naar de trilogy wel laten zien. Ook al heb ik een hele hoop andere Nerf blasters ondertussen alweer gekocht. En ook klaarstaan voor video's om te uploaden en zo. Maar ik zal deze wel als eerste natuurlijk uploaden. Maar goed, ik heb enorm veel zin in deze blaster om te bekijken eindelijk na zoveel tijd... Want nu vond ik het eindelijk waard om deze blazer te halen. €40 klinkt wat redelijker, wat normaler voor deze blazer dan €80. Wat deze blazer dus eigenlijk bijzonder maakt is natuurlijk het dartmechanisme die er nu in zit. Voor de rest is het gewoon een puur een Rapid Strike, Hyperfire-achtige blazer. Goed, laten we maar gewoon een closer look nemen naar de box en de box unboxen. Goed, hier hebben we natuurlijk de doos. Het komt natuurlijk in de Elite Scheme en het is een close-faced box. Yes! Het is een dichte doos. Je kan de blaster niet aanraken, je kan hem niet beschadigen, wat helemaal top is. Voor de rest staat die Nerf. Je ziet hier groot natuurlijk met de Infamous, die Infamous 8+. Het komt met 30 Elite Darts, want de magazijn die ook mee komt is natuurlijk een drum magazine. Een beetje zoals dit natuurlijk. Dit is ook een drum magazine. Maar deze is alleen de 30 en dit is een 25. Dus we hebben er 5 meer bij gekregen. Voor de rest heeft hij 4 D-batterijen nodig. Dat zijn deze dikke, dure dingen. Ik heb hier denk ik al €13 aan kwijtgeraakt voor 4 van deze dus. Dat is niet niks. Natuurlijk heb ik wel de Duracell, dus die zijn ook wat duurder natuurlijk. Staat ook een beetje de naam Duracell. Maar voor de rest, je kan ook natuurlijk andere D-batterijen gewoon gebruiken. Je hoeft niet per se Duracell. Voor de rest staat hier Hasbro, Nerf & Strike Elite, 30 darts. 30 dart drum. Je ziet hier een beetje hoe het mechanisme werkt, van hoe die laadsysteem gaat. En motorized speedload. Voor de rest op de achterkant. Hetzelfde een beetje van hoe de blaster werkt en dat soort dingetjes. Waarschuwing dingetjes hier zo en dat soort dingen. En voor de rest nergens advertisement zo te zien. Ik denk dat het maar tijd wordt dat we deze blaster gaan unboxen. Zoals je ziet, komt in de doos de 30 magazijn, 30 darts, een beschrijving en een waarschuwingspapiertje. Goed, voor de rest, deze blaster heeft natuurlijk batterijen nodig en hij heeft 4 D-batterijen nodig. En zoals ik al eerder zei, dat zijn deze dikke batterijen. Dat zijn enorme dingen. Zoals je ziet, hierachter heb je voor de rest de tray daarvoor zitten. Het zit eigenlijk in de stock, zit een beetje de batterijding. Wat ik geen ideale plek vind, ik vind het altijd fijner als D-batterijen voornamelijk, want dat zijn hele zware batterijen. Zo namelijk als ze in de blazen zitten, vind ik het fijner als ze voorin zitten, in plaats van achterin. Want dan kan je een beetje de batterijen dragen. En nu vallen ze nog wat makkelijker naar achter, zeg maar. Ik ben gewoon geen fan van als de batterijen achterin in zitten. Het is wel eventjes een gedoe om dit allemaal open te schroeven, maar dan heb je ook wat. Zo. Hier voor de rest de batterijenhouders natuurlijk.
SSD-batterijen zijn natuurlijk heel duur. Ook of ze nou huismerk zijn of Duracell, het maakt niet uit. Ze zijn gewoon duur. Dus houd er ook rekening mee wanneer je deze blaster koopt. Of je hem nou via 80 euro of zoals ik 40 euro koopt. Houd er rekening mee dat dit nog steeds een hele dure blaster is. Doordat je gewoon enorm veel geld kwijt bent ook aan de batterijen. Dus houd er rekening mee. Voor de rest, hij zit nu dicht. Als het goed is, moet hij werken nu. Ik ga voor de rest deze blaster nu gewoon uitproberen. Man, wat is dit een dikke blaster. Ik ga deze blaster gewoon uitproberen. En als er features uitproberen. En ik zie jullie zo meteen weer terug. Wanneer ik deze blaster heb getest. Goed, de Nerf Hand Strike Elite Infinite. Ik heb er nu een beetje mee geschoten. Ik heb alles een beetje getest. Een beetje gekeken hoe alles werkt. En over het algemeen ben ik wel positief over deze blaster. Er zijn wel een paar dingen die ik wel wat minder vind. Nou, een heel klein beetje. Ik word hier gewoon gesneden door mijn eigen blaster. Oké. Goed, in ieder geval, ik zal eerst een beetje naar de blaster zelf kijken. Voor deze kan hier een N-Strike barrel op doen, wat je ook maar wilt. Het heeft in ieder geval de barrel mogelijkheid. Je hebt hier voor deze Sling Point. Je hebt hier een Tactical Rail. Hier nog een Tactical Rail. Hier staat nog voor deze een Nerf. En hier staat een beetje een Target logo-achtig iets. Aan de andere kant van de blaster, hier heb je een access door. Waardoor je kan kijken natuurlijk als je iets van een jam hebt. Waardoor een dart zit gewoon in de problemen. Zit daar een beetje vast en te clearen. Dan kan je daar zo bij met je vinger om de dart eruit te halen. Het is wel een klein vakje. Het is een heel klein vakje. Ik heb voor de rest geen problemen gehad met het schieten. Ik heb ook een paar oudere darts gebruikt. Ze werken gewoon top. Top. Ze komen niet heel ver. Maar voor over het algemeen, de blaster accepteert ze gewoon en schiet ze er nog wel gewoon uit. Maar toch, het is best wel een klein vakje voor als je een probleempje hebt ermee. Goed, hier natuurlijk aan de voorkant heb je deze foregrip. Het is een best grote foregrip. En het is gewoon een comfortabele foregrip, geen problemen mee. Hier heb je natuurlijk de magazine zitten. En hier zit natuurlijk ook de magazine waar die in moet. Voor de rest, de blaster werkt ook gewoon met andere magazines. Ik heb er voor deze wel een probleempje mee met de magazine houder. Zoals je zag, ik moet behoorlijk hard rukken aan deze magazijn om hem eruit te laten komen. Ook als ik hem erin wil doen, ik moet behoorlijk hard dreunen. Dat is een beetje het mechanisme van dus de dart erin douwen. Daardoor accepteert hij of zo de magazijn niet zo makkelijk als dat dat de meeste blazers doen natuurlijk. Zoals je ziet, ik moet hem behoorlijk hard heen dreunen. Dat is niet heel fijn. Ik heb meer gevoel alsof ik ergens doorheen moet drukken en ik de blaas dadelijk breek of zo. Natuurlijk bijvoorbeeld met de Rapid Strike, een beetje het kleinere broertje van de Infinus. Of eerder het grotere broertje. Zoals je ziet, daar gaat de magazijn heel makkelijk erin gewoon. En daar vloog een dart eruit. Ook natuurlijk met het andere broertje, de Hyperfire. De magazijn gaat hartstikke makkelijk in. En over het algemeen ook de drum magazine van de Infinus. Werkt voor de rest goed trouwens. Ik heb dit systeempje nog niet hoeven gebruiken. Hij werkt gewoon goed. Dat is hartstikke fijn. De drum ziet er gewoon voor de rest gaaf uit. Het is een ietsjes grotere dan de 25 drum. Maar in het algemeen, die gaat ook gewoon hartstikke makkelijk in de blasters. Ook in de Rapid Strike gaat die hartstikke makkelijk. Alleen Infinus heeft gewoon zo'n heel gek systeem ofzo. Ik weet niet wat het is, maar het heeft gewoon in ieder geval met die dart-injectie te maken. Daar moeten we gewoon mee leven, I guess. Je moet het wel een beetje doordreunen en dan hoor je dat geluidje. En dan is je blaster klaar om te schieten. Voor de rest komen we hier natuurlijk bij de magazine release. Die doet gewoon wat hij moet doen. De trigger is voor de rest comfortabel, lekker gewoon smooth en alles. De rev trigger, fijn. De grip zelf, het is een comfortabele grip. Het is groot genoeg. Aan de andere kant, ik weet niet, hij voelt niet heel erg fijn. Hij voelt minder fijn dan de Hyperfire en de Rapid Strike, zeg maar. Voor de rest staat hij hier zo nog Elite natuurlijk erin gekerfd. En de Stark is comfortabel, geen problemen mee. De Sling Attachment Point en hier ook nog een Sling Point. De Stark is wel natuurlijk, je hebt best wel gewicht op deze hand. Puur omdat de batterijen hier achterin zitten, dat is niet zo heel fijn. Maar ja, dat is hoe het is. Voor de rest hebben we hier natuurlijk de dart injectie point. Geen problemen mee gehad. Ik heb van alles geprobeerd om hem te jammen een beetje. Om te kijken of het mogelijk is.
Maar ik heb geen probleem gehad. Ik heb ook oude darts gebruikt. Maar zoals je ziet, hij werkt hartstikke top. Hoe hard ik ze er ook en snel ik ze erin wil douwen. Hij werkt gewoon top. Alle darts zitten er nu in. En geen probleem mee gehad. Ook Echo Strike darts werken top mee. Ik heb hier voor de rest een magazijn vol met Echo Strike darts. En als je de Echo Strike darts erin douwt, werken ook gewoon top. Geen problemen mee gehad. En zoals je ziet, hij injecteert ze gewoon goed in deze magazijn. Dus daar is geen probleem mee voor de rest. Goed, voor de rest, als er niks van magazijnen in de blazen zit, zie je dat er een lampje zit. Die werkt ook, zoals jullie misschien net al zagen toen ik dit liet zien. Als er geen magazijn in zit, is die uit, doet het lichtje niks. Zodra er een magazijn ingaat, als hij erin wilt, wordt die groen. Dat betekent dat het magazijn vol is en klaar is dus om te schieten. Ik heb hier voor de rest een leeg magazijn, een 10 dart magazijn. Zodra ik die erin doe, moet hij, als het goed is, zoals je ziet, geeft hij geel aan. Zodra hij dat gele kleurtje aangeeft, betekent dus dat het magazijn leeg is en dat je hem dus moet laden. En zodra je dus daar ook een dart in doet, ik heb hier een dart. Zoals je ziet is die nu geel. Zodra ik een dart erin doe, moet die, als het goed is, vanzelf weer groen worden. Of niet, joh. Doe hem maar lekker niet dan. Goed, voor de rest, het systeem werkte niet helemaal top. Maar oké, ik maak een foutje of zo. Hij injecteerde de dart niet helemaal top in, maar oké. Kan gebeuren. Voor de rest, de blaaster werkt voor de rest wel goed. Geen problemen mee. Er kan voor de rest niks anders meer over vertellen eigenlijk. Het mechanisme werkt goed. Zoals je ziet, nu zit er weer een groen lampje in. Ik heb een 35 dart drum erin gedaan. We gaan gewoon lekker schieten. Let's go. Goed, oké. Ik heb hier de Nerf en Strike Elite Infinus. En we gaan voor de rest. Ik heb hier een dart drum natuurlijk van de 30. Ik heb hier 25 dart drum. En ik heb hier 2 18 magazijnen. 1 met Elite en 1 met Echo Strike. Ik ga voor de rest eerst de 2 drums gewoon doen. En dan ga ik vanaf daar zo, vanaf die kant, als de shot daar naartoe staat, schiet ik de 2 18 dart. Dus laten we nu maar deze darts gaan afschieten. En dat wordt leuk. Natuurlijk is dit een full auto blaster. Het schiet een beetje tussen de snelheid tussen de Rapid Strike en de Hyperfire een beetje in. Het schiet niet zo snel als de Hyperfire, maar het schiet ook niet zo sloom als de Rapid Strike. Het schiet iets, het is gemiddeld gewoon. Laat ik het daarop houden. Dus let's go. Goed, de Nerf Infinus. Goed, de Nerf Infinus. Zoals jullie gezien hebben met het schieten, gingen een paar dingetjes fout. Hij wou maar een van de redenen bij de 18 dart clips niet de laatste darts afschieten ofzo. Ik weet het ook niet. Maar hij vindt drums voor de rest het fijnste zo te zien. Ik vind het wel een beetje raar dat hij dat doet. Dat had ik eerst nog niet. Dus ik weet niet waarom hij dat met de firing test. Pas wanneer ik alles ging filmen, dan ging het opeens pas fout met de Infinus. Maar off-camera heb ik tot nu toe geen problemen gehad met de Nerf Infinus. Alleen met het shooten van de video. Maar ja. En zoals jullie zien met het reloaden, daar heb ik wel continu problemen mee. Ik vind het reloaden niet goed. Het is echt, echt heel slecht. Het uithalen van de magazine is best wel strak gedaan. Je zit echt... Je hebt het gevoel alsof die echt vast zit in het magazijn dingetje. En als je hem erin doet,
heb ik het gevoel alsof ik ergens doorheen moet dreunen. En dat ik de blaas kapot maak of zo. Het is niet fijn om te reloaden. Goed. Infamous, cool idee, maar het werkt niet met de magazijndingen. Het is gewoon niet top. Goed, dit was de video van de Infamous. Ik wil jullie super erg bedanken voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie allemaal weer later.